En dus als iedereen pakt dit moment, is het dan, ben je dan eigenlijk te laat gestopt? Of je hebt dat niveau niet meer gehaald? Voor mij blijft het ook het meest mooie moment van mijn carrière. Alleen qua oefening heb ik betere oefeningen gedraaid. Ik ben goed nadenken, 2015, 2018 uit mijn hoofd. Nou, ik weet het niet precies. Twee keer in ieder geval op de wereldkampioenschap. En dat waren betere oefeningen. En als ik die oefening van de Olympische Spelen op die wedstrijd had gedaan, dan had ik niet gewonnen. Omdat de jurering weer anders was. Ze waren veel strenger. Dus ik ben inderdaad wel uiteindelijk gegroeid qua niveau. En hartstikke mooie jaren gehad. Maar voor mij blijft het ook het mooiste moment. Want je hebt hem hier ook bij, die gouden plak. Het is dus 10 jaar nu. Gebeurt er dan nog iets afgelopen weekend? Zit je hem dan nog te bekijken? Of pak je hem er af en toe nog even bij? Of hoe gaat zoiets? Hij ligt wel in de woonkamer, maar ik zei nog toevallig deze week sweepte mijn zoontje nog de mee naar de woonkamer. Dus, zo kan het dan eigenlijk. Ik moet het wat beter in de gaten houden, maar goed, nee, ik raak niet uit het oog.